Wat betekent Ajax voor jou? Zit Ajax diep in jouw hart? Ja, zeker weten. Ja. Al sinds ik klein ben eigenlijk, dus ja. Maar kun je dat ontcijferen, het gevoel, het Ajax-gevoel voor jouzelf? Nou ja, niet echt eigenlijk. Moeilijk. Nee? Nee. Ja, dat is lastig, omdat je bent gewoon zo, al sinds jongs af aan wel al fan van de club. Ja? Ja, dat blijft gewoon. Dat blijft gewoon? Zeker. Ja. Kijk, want dit is, ik vond het wel goed, want jij hebt nu bijgetekend en het is dan toch een signaal naar iedereen van je moet nog een aantal jaren gewoon je bewijzen hier bij een club als Ajax. Ja, zeker toch? Niet te snel weggaan. Nee. En dat is een goed, als aanvoerder vind ik dat een goed teken. Ja, vind ik ook. Vind je niet? Zeker weten. Mag ik nog even weten of Ajax kampioen wordt, ja of nee? Ja, daar gaan we wel voor. We staan er goed voor, dus als we zo doorgaan, dan heb ik wel vertrouwen in. Nou, Frank de Boer zegt dat jullie gewoon kampioen worden. Gewoon strak ook, hoor. Ja, dat hoop ik ook natuurlijk, ja. Dat hoop jij ook? Ja, en ik heb ook wel heel veel vertrouwen in. Ja, goed, maar de fans die zitten natuurlijk te wachten op een antwoord van jou. Die zeggen van, kom op. En? Ja, tuurlijk, ja. Maar ja, als ik het nu zou weten of ik kampioen zou worden, zou ik al mijn geld erop in gaan zetten. Dus, Ja. Maar ik heb wel heel veel vertrouwen in. Ja? Het gaat wel steeds beter, dus... Het gaat beter. Ja, het gaat beter. We hebben een goede groep en heel veel vertrouwen in.